Ik voel een beetje faalangst in de zin dat ik denk: ja, volgens mij, voor zover ik nu kan nagaan, heb ik dit keer echt alles goed gedaan. De enige die het nu nog verkeerd kan doen, ben ik zelf. Welkom bij deze bonusaflevering van de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen, topcoach en sportarts Guido Vroemen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze extra aflevering praat ik met Jurgen en Guido over weer 10 minuten sneller op de marathon in Amsterdam. Hoe dan? Nog een jaar geleden ging ik bijna ten onder aan mijn eigen beginnersfouten. Een half jaar geleden nam ik revanche met een zeer beheerst persoonlijk record. En toch ging daar gisteren nog maar eens 10 minuten van af. Dat vraagt om een grondige evaluatie. Mannen, goedenavond. Hey, ja. goedenavond. Uh. Goedenavond. Het is weer eens wat anders dan goedemorgen. Hè? Dat is weer eens wat anders. Het is uh, vandaag maandag 17 oktober 2022, uh, 7 uur s avonds. Metal Monday wordt het wel uh, op social media genoemd. Hè. Ik weet niet of we uh, deze opname op tijd door de molen krijgen om hem op Medal Monday te publishen. Maar anders toch zeker op uh, trotse Tuesday. Want uh, 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 vanwege populaire vraag, popular demand. Maar dat mag ik van Jurgen niet zeggen. Toch maar even een bonus aflevering van de Slimmer Presteren podcast... ...waarin we even terugblikken op uh, gisteren. Uh, Was er iets, uh, Ja, Gerrit. gisteren okay. heb ik meegedaan aan de Amsterdam Marathon. Ja, en uh, ja. ik dacht, dit is ook de eerste keer dat ik Gio spreek. Dus laten we maar gewoon eens uh, een, een coach, atleet, uh, evaluatie, debrief gesprek doen. En Jurgen, jij zit daar als kritische luisteraar oh, dat... en vriend ja, bij. Vind ik heel, uh, heel leuk. En, uh... Want ik heb natuurlijk, ik, ik moest wel even denken, ik werd meegenomen in de app op zaterdag van tevoren. Ja. Maar op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik er, toen werd het volgens mij iets te, ja, iets waar ik niks van, of... Vertel, vertel het, voor ik, onze ik, luisteraar, wat zag jij? Want ik dacht inderdaad, nou, laat ik ja, nou jij, mijn jij, afstemming jij, met Guido even in de SPP-appgroep ja. doen, dan zie jij ook wat er gebeurt. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder omdat ik zag uh, eigenlijk, ik was onder de indruk, uh, laat ik het zo zeggen, van ja, uh, sowieso het serieuze karakter hiervan, maar ik wist inmiddels wel uh, dat jij het serieus aanpakt, maar ook uh, daarbij al, nou ja, daar gaan we het zo over hebben. De doelen, hè, netjes gesplitst in de procesdoelen en de taakdoelen en de resultaten. Ik, ik dacht, ah, dit is al hoe. Hoe in Godesnaam ga je dit allemaal managen? terwijl je. En moet je dan ook nog lopen? Ja. Maar en, dat dat en deed een... ik natuurlijk niet voor Guido, maar dat deed ik voor Jens. Hè? Nou, nee, nee, dat deed ik ja, voor mezelf. Ik. Deed ik ja, voor ja, mezelf. Ja. Maar na aanleiding van mijn gesprek met Jens van Lier, de uh, wielerpsycholoog. Ik heb het boek nog bij de hand, want zaterdag moest ik de hele dag op mijn bed liggen. En uh, toen heb ik hem <laughs> toch ook maar met 25% korting uh, besteld. En als een speer nog geprobeerd ja. zo ver mogelijk te komen. Ik heb het niet helemaal gehaald. Ah. Maar voor de mensen die dit luisteren, Jens van Lier heeft een hartstikke leuk boek. Je kop tegen je lijf. En uh, als je voor eind oktober onze mailtje stuurt of op, op post-slimmerpodcast.nl, krijg je een kortingscode voor 25%. Dat nee, ik dat snap. Nou, dat door. gevoel kreeg ik al. Dat je ook dacht: van ik heb het boek gelezen en dan ga ik, ik ga ook het nu toepassen. heel goed. Ja. beetje dat je denkt, moet dat allemaal last minute de dag ja. voor de race, word je daar niet nerveus van. Maar het ging eigenlijk concreet op het punt van. Uh, ja, elk, uh, bij elke stop of uh, uh, drankpost een beker water. En daar, uh, ja, daar reageerde eerlijk... Guido op. En toen kwam jij daarop terug. En toen dacht ik, ja, nu kan ik er nog iets tussendoor gaan roepen. Maar ik heb bewust mijn afstand gehouden. Ik denk, daar zullen jullie nog wel even over gebeld hebben. Of in ieder geval onderling wel wat over afgestemd. Klopt dat? Nee, dat hebben nee? we hebben we wel. Ik heb het in ieder geval gezegd. Het is niet per se nodig om bij elke drankpost een beker water naar binnen te gooien. Want ja, op een gegeven moment, soms staan er heel veel drankposten. En dan wordt het, euh, uh, het doel wat je dan gesteld hebt bij elke drankpost, Dan denk ik, oh, is dit nog wel slim? Hè? Dan uh, ja. denk ik, nou, dan moet je eerst gewoon even nadenken. En denk, nou, uh, zoveel vocht hoef ik nou ook weer niet naar binnen te krijgen. Ik krijg ook het gevoel van, uh, we hebben regelmatig gehad over hyponatriëmie, natriëmie Bijvoorbeeld. En dat gekoppeld aan het feit dat op een gegeven moment bij een marathon uh, ja, heel veel drankposten kwamen te staan, dat de mensen voelden dat overal moeten ze drinken. Ik ja, moet wel zeggen, maar... er stonden er wel veel hier in Amsterdam. Er stonden Precies. er meer dan iedere vijf kilometer, zag ik tot mijn verbazing ook. Aha. Dus je hebt niet elke drankpost gepakt toen. Nou, om het gesprek af te maken. Ik, ik, ik realiseer me ook, we moeten ook even onze luisteraars betrekken. Toch even ja. terug ja. naar het eindresultaat. Er is gisteren iets heel bijzonders gebeurd. Ik ben hartstikke blij. Uh, nou ja, ik zou zoiets vertellen over hoe ik me voel. Het is een beetje gemengd. Maar vooral blij en trots. Ik heb namelijk weer bam, 10 minuten van die verse PR afgehaald. Oftewel de Amsterdam Marathon in 3 uur en 8 minuten en 30 seconden afgerond. Uh, en tegelijkertijd ging dat niet zo vlekkeloos voor mijn gevoel, althans, als dat een half jaar geleden in Rotterdam. In 3 uur 18 minuten ging. Maar ik heb geprobeerd alles wat wij hier in de Slimmer Presteren Podcast bespreken toe te passen. Veel trainen om te beginnen. Goed rusten. Veel eten. En ook dus, en daar, daar kwamen wij op, de haak je op in, Jurgen. Uh, alle lessen die ik van Jens Verlier heb geleerd over hoe vertaal je nou een resultaatdoel in een taakdoel. In uiteindelijk hele concrete procesdoelen die je tijdens de race moet doen. En dan zelfs nog in zelfspraak. Wat zeg je tegen jezelf tijdens de wedstrijd? Die had ik gemaakt. Die heb ik met uh, uh, Guido en jou gedeeld. En daar stonden vijf zelfspraakdingen. En één daarvan was... En ik heb ze aan mijn vingers gekoppeld. Dus dit was de wijsvinger. De likkerpot. Namelijk goed eten en drinken. En dat betekende concreet in ons reedsplan... Iedere twintig minuten een gel. Uh, dat heb ik ook echt op de klok gedaan. Uh, met Guido zo het geregeld... Dat de, het horloge ook iedere twintig minuten netjes piepte. En dat was maar goed ook. Want dan komen we er al op... Uh, ik had, ik had er nog lang geen zin in. Ik heb echt op de klok gegeten. En niet. Om, op, op, hè? niet normaal zeggen ze wel eens drink op dorst. Het was zeker niet eet op honger. Maar was gewoon, oh, nu, op een gegeven moment. Oh, nu alweer <laughs> we weer zo'n ding naar binnen. Um, en we, dat drinken ging dus op. Dat had ik vertaald in iedere drankpost uh, drinken pakken. En daar reageerde Guido op. Die zei dat lijkt me wel wat veel. En toen ontstond er wat discussie tussen ons, Want ik dacht, ja. ja, maar ja, hoezo? Ik... ik He, de rennen, zo'n bekertje, dat zijn maar twee slokken. Uh, en ik dacht, nou, na aanleiding van natuurlijk Keistad, waar overhitting mm -hmm. op de loer lag, schreef ik ook, misschien ben ik wat te veel gefocust op drinken. Ja. Maar... Um... Weet je wat ik dacht, waar we niet reageerden? Hé, hey, maar Gerrit, we, je hebt toch geleerd in de Slimmer Presteren podcast, het dorstgevoel is eigenlijk uh, ja. leidend? Of ja. ben je toch... Ik, uh, ik, denk... ik heb een moeilijke verhouding met dat drinken. Want uh, toen wij de aflevering maakten over onder andere watervergiftiging, uh, trok ik, en, en, en dus ook je mag 2% lichaamsgewicht verliezen, trok ik de conclusie, nou, nah, ik hoef dus niet te drinken. Toen ging ik een jaar geleden in december een halve marathon doen waar ik ongeveer uh, bakkie ging, <laughs> omdat ik weer niet ging drinken. Uh, vervolgens hebben we natuurlijk Keistad gehad over hitte, dus ik dacht nu, nou, nah, misschien moet ik toch iets meer drinken dan ik. Normaal uit nature zou doen. Hm. Dus zo dus kwam ik top, op. Nou, ja. laat ik nou gewoon iedere post zo'n bekertje ah. aangrijpen en één, twee slokken erin klatsen. De rest ook. Nou, maar kop. dat is denk ik, dat is daarom wel het leuke weer om toch deze markt te spreken. Omdat je ja, steeds weer nieuwe ervaringen meeneemt. Ja. En dat merk ik heel erg bij jou. Kijk, zo'n app met al die doelen, dat is nieuw. Dat heb je van, van Jens geleerd. Daarvoor heb je misschien. Uh, ja, de, de Keistad-teleurstelling, of in ieder geval de wijze les van Keistad, uh, ja, heeft dan toch wel een functie gehad, denk ik, hè? Zeker! Ja, want dan anders... Ja. Dus dat is alleen maar mooi dat je uiteindelijk jouw hele bagage die je meeneemt naar een marathon toe, ja, die, die vult zich, die is enorm uh, flink ja uitgebreid. En ik moet ook zeggen, die en... oefening met die doelenboom, die was heel uitgebreid. Ik had hem ook ja. nog even naar Jens zelf gestuurd. Die zei, nou, jij doet het beter dan de profs, jongen. Ik zei, ja, maar die fietsen wel een stuk harder. Uh, maar uh, ik, zal, ik zal mijn doelenboom wel in de show notes van deze aflevering uh, zetten. Want uh, ik wil maar zeggen, volgens mij is hij ook verder re vrij reproduceerbaar. Op zijn minst voor mij. Hè? Als ik een volgende marathon ga doen, kom je ongeveer op dezelfde taken ja. en, en procesdoelen ja. uit, volgens mij. Toch, Guido? Ik maar, denk, toen jij dat zag ja. zaterdag... je reageerde er ook verder niet op. Anders ja, dan ja, dat ja, drinken. Ja, nee, dat is prima, weet je. Dat, zijn, dat is scherp om daarop uh, nou ja dat van tevoren in ieder geval... gewoon voor jezelf op te schrijven. Ja. Uh, dat helpt sowieso al. Dan hoef je dan niet, uh, bij wijze van spreken... bij die marathon helemaal... al steeds weer te gaan herhalen en na te denken. Want uh, ja, als je dan van tevoren vaak al dingen opschrijft... noteert, dan is het echt, heeft het een plekje. En dan geeft het al, al rust eigenlijk aan jezelf. Um, dus dan heb je het ook beter voor elkaar. En om hem af te maken, en ik, ik zette dat ook al op mijn Instagram, uiteindelijk werden dus vijf zelfspraakmantra's uh, afgeleid van die procesdoelen, oftewel waar ik mee bezig moest zijn onderweg. En die kon ik heel mooi aan mijn vijf vingers hangen, hè? want ik had uh, de duim was van uh, blijven lachen, hè? alles gaat goed, lachen. Uh, enerzijds Jens beschrijft dat in zijn boek, Jurgen, jij hebt dat ook wel eens aangehaald. Als je fysiek je lachspieren aantrekt. ...zeggen de psychologen dat de perceptie van inspanning omlaag gaat. Nou, ja, ik heb als voor voorbeeld kipjogen. Die wordt ja, altijd bij precies, die krijgt dan zo'n grijns, hè? Uh, ja. Nou, ik heb jullie een, een, een foto geappt van mijn <laughs> uh, laatste honderden meters. Nou, ik, uh, het, het ja, enige waar ik nog aan kon lachen. denken... Het, was, het werd een lelijke grimas, maar ik denk, ja. nou, als het maar helpt. Uh, dus dat was de duim. De wijsvinger was inderdaad de likkenpot van eten en drinken aan denken... De middelvinger vond ik dan ook wel grappig. Ik had voor mezelf opgeschreven: ruggen zoeken om zoveel mogelijk uit de wind te zitten. Hè. Er was veel wind. Dus ja, eh, middelvinger naar de ander. Ik eet jouw bordje wel e eerst leeg. Ik had nog opgeschreven: um, waar ben je nu als zelfspraak? Om mezelf. Hè, een van mijn doelen was toch ook wel: gewoon eens een andere marathon ervaren, genieten. Dus ik dacht: nou, als ik regelmatig mezelf nou eens afvraag, wat, wat zie je nu? Die had ik dan maar aan de ringvinger gekoppeld. Misschien zie ik nog een schone dame rondlopen. En de Pink. Je uh, nou, ik heb van alles gezien. Niet specifiek schone dames. Okay. Maar uh, wel allerlei leuke mensen. En de pink was natuurlijk kort, letterlijk, en uh, rechtop. En dat stond voor mij voor de houding. Hè? Goed, probeer niet inkakken en goed uh, de armen verticaal. En uh, ja, dat korte grondcontact. Hè? Want korte dat herinner ik me hè? van uh, de debrief ja. van uh, een de half jaar geleden dat Guido in de data zag. Ja, dan gaat je grondcontacttijd omhoog en daardoor ja. uh, ga je daardoor trager. Dan weer plakken. Ja. Ja. Die data wil ik zo nog wel even zien dan voor, voor dit keer. Maar ik even nog heb je, heb je die finishfoto gezien? Want ik merkte dus die vingertjes. Dat heb ik dus echt onderweg liep ik dat af en toe doen. Hè? eten, lachen en in die laatste honderden meters loop ik dus ook zo met uh, zeg maar <laughs> mijn pink en mijn duim uit van. Uh, kort, snel en blijven lachen. Weet je wel. Maar ik, ja, ja, toen zag ik het in de praktijk. Want ik vind het nog steeds moeilijk voor te stellen hoe jij uiteindelijk tijdens de race met die vingers koppelt dan aan die taken, zeg maar. Nou, Geen letterlijk zo. Ja, naar kijk naar maar op die foto. Ja, oké. Okay. En dus op, op een 30-kilometer punt, dan uh, had jij die middelvingers bijvoorbeeld uh, naast je. Mm, oh, <laughs> dan... Nee, nee, die middelvinger heb ik niet letterlijk uitgestoken. Maar dat was mijn soort okay. eigen interne grapje. Hè? Dus ik, ja, ja. Ik, ik ben wel heel bewust bezig geweest om ruggen te zoeken. En uiteindelijk, ja. dat lukte ook niet in die laatste acht kilometer, waar ik het echt heel zwaar had. Daar was ik inmiddels de peesers. Nou, ik zal zo wat vertellen over hoe de race verliep. Maar daar, daar kwam ik ook echt wel in de wind. Nou, vlagen, zei Guido net al terecht. Het klopt, er was niet constant wind. Uh, en daar had ik dus ook geen ruggen meer. En dat dacht ik wel aan. Maar ik kon ze ook niet meer vinden. Want ik was of mensen toch wel aan het inhalen, die echt aan het instorten waren. Er was eigenlijk niemand meer in mijn buurt die mijn tempo liep daar. Ja. Nee, want ik, 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 ja, ik ken het helemaal niet. Ja, ik ken wel het idee van het boodschappenlijstje wat je dan hebt. Maar dat is meer gewoon in je hoofd. Maar dat is echt daadwerkelijk koppelt aan, nou in dit geval, ook. Jouw vingers, dat vond ik wel. Uh, ja, ja, dat had ik zelf uh, bedacht, omdat ja. Jens zegt natuurlijk eigenlijk in de aflevering... die zelfspraak moet je trainen. Maar ja, ik had ze uiteindelijk, ik liep er al wel de hele week over na te denken, maar ik had ze pas zaterdag echt opgeschreven. Dus ik denk, ja, hoe zorg ik nou dat ik ze onthoud? Ik denk, nou, ik moet ja. ze, ik moet ze een fysieke plek geven. Ja. Weet je wat ik echt dacht, dat jij Alla ooit volgens mij de dames tijdrit of wielrenners ja, hadden ooit pijn is fijn op hun knokkels geschreven, dan, dan uh, konden ze dat zien, vol van mijn vingers. Dat jij daadwerkelijk. Iets... Oh, jij dacht dat ik het op mijn ja? vingers had geschreven met Bij pen. Wijze... Nee hoor, ik ja. had het gewoon mentaal okay, aan, een, aan een vinger gekoppeld. Ja. 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 Nou ja, dan heb je in ieder geval iets om mee, uh, ja, mee bezig te zijn. Hè, om aan, <laughs> ja, iets daadwerkelijk ja. mee te spelen. Of om. Uh, ja. Een ja. beetje afleiding ergens. Trappig, ja. Ja. Nou, ja. Focus, en het hè. Focus. En, en, het, en het werkte goed dus. Ik bedoel, daar, daar gaat het uit om. Het was nou. niet dat je op een gegeven moment dacht, hé, uh, hey, wat moet ik ook weer met die ringvinger? Of uh, nee. die, ja. heb ik nee. die heb ik de tijd niet gehad? Of, nee, uh, nou, nee. Ja. die vijf dingen, die heb ik echt allemaal uh, kunnen doen. Eten en drinken hielp natuurlijk door het, uh, het klokje ook. Wat ik net al zei, iedere twintig minuten piep, piep, piep. Ja. En dat werd dus op een gegeven moment echt wel, uh, oh, moet ik nu alweer eten? Uh, ik denk echt wel... Uh, nou, we zaten dus op uh, drie Morton gels per uur. Daar riep jij vorige keer al van... Zo, 75 gram koolhydraten per uur. Dat da is inderdaad echt wel werken. Daar kon, daar kon ook niks bij. En volgens mij heb ik die... Ja, want ik heb er één over aan mijn band. Dus ik heb die van drie uur heb ik niet meer gepakt. Want toen was het natuurlijk nog, uh, nog twee kilometer. En ik dacht... Uh, nee. Gaan. Uh, nou, ik, ik, ja, toen zat ik ook op een plek... Ja. Nee, maar dat mag ja. dan ook. Hè, die laatste 10 uh, minuten, dan uh, nee. kun je hem er wel in stoppen, maar dan heb je niks meer. Dan heb je niks meer aan, hè? Of feit van. Ja. Nee. Maar ja, je, 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 je vertelde wel uh, nou, even gekoppeld nog aan dat drinken. Uiteindelijk ben jij best wel weer wat gewicht bijgeraakt, hè? toch? Uh... Ja, dat heb ik jullie ook. Ik heb mezelf ochtends gewogen en uh, s'avonds, en dat is dan plus da hè, alle schommelingen van ontbijten, nog een keer kakken, nog een keer uh, zweten. Nou, maar ik, ik merkte onderweg ook al dat ik hard aan het zweten was. Al in de eerste tien kilometer dacht ik, poeh, het droopt door mijn wenkbrauwen heen, zeg maar. Dus uh, antwoord op jouw vraag even terug, Guido. Heb je ze allemaal? Ik heb uiteindelijk toch maar overal minimaal één slok gepakt. Ja. Um, en om um het af te maken, ik woog s'avonds uh, 2,5 kilo lichter dan ja. ochtends. Ja. ja, op zich is dat, ja, um, als, je, als je het zeg maar op, uh, op 80 kilo houdt. Ja, ochtends was nou, ik nou, 79. Zeg maar 3% procent, hè? Ja, ja. ja 3%. Ja. Nou, dat is op zich netjes. He? Dus dat is ook. Uh, je hebt ook. Uh, Efficiënt? Ja, ja, ja. Nou ja je, dat is prima. Weet je, dus je, ben, je staat gevuld aan de start hè, met uh, glycogeenvoorraden, vol, dus extra water vastgebonden daaraan. Nou, dat, dat, dat komt weer vrij als je gaat inspannen. Um, dus je kunt ook wel zeker uh, een kilo of twee verliezen. Nou, het is iets meer geworden, maar dat is niet zoveel meer dan dat je er. Uh, prestatieverlies door gaat krijgen. Nee, maar daarom vind ik het ook wel goed dat je het aan de lijve ondervindt dat 3% uh, nog steeds helemaal prima is, terwijl ja. jij heel veel ja, goed gedronken hebt. Ja. En dat dus, uh, ja, toch die, die, de, de Google-sites die het al toch wel hebben, nou, let op: 2%, uh, daar moet je niet, uh, niet, niet ondergaan. Of de meer dan dat moet je niet verliezen, want dat geeft prestatieverlies. Daar hebben we natuurlijk al ja. een aflevering over gemaakt. Ja, dat je dat met een flinke korrel zout moet nemen. En ja. dat het uh, ja, toch individueel bepaald is, denk ik. Ik denk dat Gerrit uh, uh, een, ook wel een goede zweter is, waarschijnlijk. Ja, ja. ja oké, okay. precies. Maar je ziet het ook vaak als ik dan terugkijk: als mensen echt te veel vochtverlies. Oplopen tijdens een race, dan gaan ze natuurlijk ook inleveren, Maar dan zie je ook je hartslag op een gegeven moment sneller stijgen. En als je zijn hartslagcurve bekijkt, die blijft mooi vlak. Weet je, het is een paar slagen, maar hij blijft echt heel mooi vlak qua hartslag. Ja, dus het is dus niet die decoupling uh, die, die, die je dan ja. Nou ja, ja. zou ja. kunnen zien, dat zie je terug aan de hartslag die dan onevenredig ineens uh, of, uh, blijft stijgen. En, uh, ja. en dat heeft hij niet. Weet nee. je? Dus dat, dat, dat is gewoon prima gedaan. Ik vind het wel leuk om zijn een grafiek te zien en ja, allemaal, ja, allemaal ja, het, ja. Uh, maar, het pacingplan misschien... Ja, hoort je hoor. Ja, precies. Pacingplan zal ik nog proberen ja. in een noot op. Ik weet dat ik dit in aflevering 94 ook zeg en dan zeg ik, zal ik in vijf minuten vertellen hoe het ging en dan zijn we half uur verder. Maar toch... En dit stond ook in mijn stravenomschrijving. omschrijving. Wat volgens mij de, 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 de momenten van de race... Nou, we starten. We staan in het startvak. Ik zat in het roze startvak. Dat is de tweede groep die weggaat. In mijn vak, in tegenstelling tot Rotterdam een half jaar geleden... stonden nu wel de drie uur tien minuten pacers. Wat een soort van de mannen waren waarvan ik dacht... hé, hey, als ik in die groep lang kan blijven, dan gaan we goed... Eén stap terug, uh, Guido had mij opgegeven dat ik tussen de 300 en 310 watt moest blijven lopen op de stride. En als ik dan even snel spiekte uh, waar ik dan op uit zou komen, dan zou... Hè, de, de stride voorspelde inderdaad ook 3 uur 9 minuten. Dat is echt bizar eigenlijk. Uh, plus of twee min minuten zeggen ze dan wel erbij. Ja. Dus ik dacht, nou, laat ik à la mijn ervaring bij de City per City in Den Haag, die halve marathon, laat ik een tijd bij die... 3 uur 10 minuten pees blijven. En als ik dan op het eind nog over heb om naar die 309 te gaan. Dan ga ik er dan wel voor weg. En wat mij goed bevallen was bij de halve marathon in Den Haag, is dat ik dacht. Nou, ik ga toch altijd iets te hard weg. Adrenaline startvliegen. Weet je wat? Ik ga in het vak even aan de zijkant staan. Ik laat die 3 uur 10 vlaggen, jongens, even lopen. En dan. Haal ik ze de eerste paar kilometer in, dan heb ik vast een beetje theoretische voorsprong op ze. Mocht er wat gebeuren onderweg, dan zit ik toch goed. Dus dat heb ik gedaan. Eerste twee kilometer, uh, nou ja, iets te hard weg. Zie je ook in de kilometertijden. Ja, ja, 417, 419. Ja, maar ja, en dat, ja. De, ja, dat is zo. Maar dat voelt dan, ja, daar voel ik dat helemaal kan. niks van. Ja. Is, nee, maar dat, dat is zo makkelijk. Neem, ja, ja, en dat is ook goed. En dat kan. Ja. Maar dan is het ook. Het verstandige inderdaad, dat je daarna ook denkt van... Oh, wacht. Nu heb ik dat. Weet je, nu is dat startschot geweest. Nu moet ik wel terug. Ja. En dat ik naar mijn taak toe. Was heel makkelijk hier. Want op het begin van de park liep ik tegen ze, tegen ze aan, zeg maar. Was ik bij het groepje... Uh, ja. Daar zat ook een lekker pelotonnetje en ik dacht, oh, ja, ja, ja. zo, dit moet ik hebben, want dit is voor de wind. Hè. Dit, was mijn, dit was mijn team voor de wind. Je ziet het ook mooi in, die, in je data. Hè. Ja, eigenlijk derde kilometer. Eerste acht, 9 minuten. Ja. minuten zie je eigenlijk je hogere power. Aanslag ja. gaat eigenlijk wat hoog. Hè. Iets is te iets... hoog, hè? schrok ik ook van. Ja. En dan ben je er nee, ongeveer bij en dan zakt hij terug naar, ja, dan is het ongeveer, wat ik zie dan 155 ongeveer. Hè. Ja. Ja, een beetje zo. zo grappig. En die, en hij komt dan van uh, 100, uh, 170 of zo. Daar zat je op een gegeven moment eventjes kort. Ja, heel even. En dan dan bijna... hopen we maar dat het een meetfout is. Of het was ja. een opwinding. Uh, want het blijft ja, natuurlijk een polsmeting, die hartslag. Ja, klopt, klopt. Het is dat beginpiekje. Uh, je ziet start. Eerst die gele lijn is dan de, de vermogenlijn. Dan ga je iets boven... Um, uh, Base of goal power, wat je, wat je wil lopen, ga je daar iets harder. Nou, hartslag stijgt snel. En dan ben je na acht minuten bij je daar eigenlijk. Ja. En, dan en dan zak je we, terug naar we, je, we, naar we naar we je uh, doelvermogen. Ja. En dan gaat die, weet je, hartslag gaat dan ook terug naar ongeveer 155, 160. Daartussenin blijft die heel strak hangen hè? Ja, dat gaat dan uh, voorlopig wel goed. Het was ook leuk, in het startvak kwam ik uh, John... en ik heb zijn achternaam, ben ik vergeten... maar John van de Rotterdam Marathon deelnemers tegen. En die kende ons en mij ook vanuit uh, die groep en de podcast. En die liep ook met die Pacers mee. Dus uh, ik was hem op een gegeven moment uh, even kwijt... en toen kwamen we elkaar daar weer achter de Pacers tegen. Toen zei ik ook tegen John, ik zeg zo, nu rust pakken. Dat was het ook echt. En, uh, en dat ging heel lang goed. En ik moet wel zeggen... Ja. Uh, een van mijn doelen was een nieuwe marathon beleven. Oh nee, ik was het racevlag aan het doen. Ik kom zo met reflecties. Nou, wat gebeurt er? Wij gaan met die groep. Die groep, dat gaat gewoon, die gasten die klokken dat uh, hartstikke strak af. Wel leuk al. Even terugkomend op aflevering 79, waarin we uitgebreid over de Pacers hebben. En, en ik heb op ze gevloekt, hè, vorig jaar. Dus ik kwam in het startvak ook uh, Victor Bastiaanse tegen. Die was pacer voor 3 uur 20. En die schreef laatste, later al op Instagram, oh, gaan de, de Pacers weer geroosterd worden? Nee joh, ik was dol op de Pacers. Maar ik sprak ze nu dus even en die zeiden ook, was ook een tip van onze luisteraars toen, wij gaan lopen op 4 minuten 25 seconden. Terwijl officieel is natuurlijk de pace voor 3 uur 10 minuten is 4 minuten en 30 seconden. Maar hij zei al, hij zei al nu bewust vooraf, ik ga wat banken, want achter, hè, er gaat wat gebeuren. Dus dat deden zij ook precies. Zij liepen 4 minuten 25, 4 minuten 28, keurig. Nou, met die hele groep, door die hele meute heen. Maar toen kwamen we in het tweede uur. Dan gaan we uh, langs de Amstel, gaan we stad uit. En op kilometer 17, ik heb het nog even teruggepakt. Uh, Gebeurde, nou, het verhaal dan maar van de race. De pacer viel. Letterlijk. Uh, iemand riep nog, hij werd op zijn hak getrapt of wat dan ook, maar echt plat. Lang uit op de grond. Uh, nou, consternatie. Uh, zijn maat natuurlijk stoppen ook, want hij bleef echt ook wel heel even liggen. Nou, iedereen verschrikt omkijken, maar ja. De kudde, je moet je voorstellen, zo'n peloton, we draven ook echt als een kudde natuurlijk. Zo'n mooi geluid, zo bam, 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 bam. Ja, hoeveel, hoeveel mensen zitten in, zaten in, in die groep, denk je? Ja, ik denk toch wel uh, rond de dertig mensen. Gewoon een goede schoolklas, dertig, oh, veertig okay. ja. uh, ja. mensen. Zo'n groep ben je rondom die vlaggen. Um, en uh, dat, ja, consternatie. Aantal mensen uh, stoppen volgens mij ook. Uh, zeker de helft van die groep ja, loopt gewoon door. Uh, en, ja, wat, nou, wat dacht jij een ja. valpartij, dat hebben we normaal altijd met wielrennen. Ja, Zien nou, het 19, was even. Bij de marathon al. Geen massale valpartij, hoor. Volgens mij ah, viel er wel. Okay. Alleen volgens mij ging er niemand overheen. Maar het was wel een echte valpartij. Gewoon glads. Ja. Uh, ik ja. vond het wel grappig, want in dat hele uh, mooie lange lijstje van jou. Ja, dit uh, had niemand uh, ooit uh, kunnen bedenken. Lees, uh, zo'n scenario, uh, daar denk je niet over na van tevoren, toch? Een valpartij nee. uh, van de, de pacer en. Wat? Hoe ga je daar dan mee om? Dus ik, ja, maar ik zou ben ik jou benieuwd vertellen. Om, hoe jou... was jouw gedachtegang op dat moment eigenlijk? Ja, die was Want, vrij, uh... vrij kort. Het was even oh Balen. En tegelijkertijd dacht ik meteen aan de marathon een half jaar geleden in Rotterdam. Waar Shaki en ik, of ik helemaal op mijn stride pacing alleen gepaced heb. En dat ging ook prima. Dus, maar, niet, maar niet de gedachte van: is het wel in orde met die pacer? Ja. Jawel, en ik ben, daar kan ik nu ook wel achteraf. Oké. Okay. Het verhaal gaat verder, ik kom hem weer tegen. Ik heb na de finish heb ik met hem een foto gemaakt en een praatje gemaakt. En hij had verder geen oude en geen zere en geen bloed. Gelukkig. Dus dat uh, was allemaal oké. Hij had genoeg adrenaline... maar even toch. Hij had genoeg adrenaline... Ik ben ook niet uh, gaan stoppen en gaan informeren of het goed ging met hem. Ik moest okay. door natuurlijk, hè. ik had nee. een plan. Vandaar uh, dat hij jou nog even gepakt heeft. Dat ik denk, denk ik, vandaan. ja. ja, ja spoiler, daar spoiler. Met zijn mooie shirtje aan. Die, uh... ja, nee, dus die, wij gingen die, met die... de halve groep door. En uh, Jurgen, antwoord op je vraag. Ik dacht gewoon, oké, okay, dan ga ik vanaf nu op die side-pacen. Dan uh, ja. moet ik het nu zelf ja. doen. Dat werkt ook, hè? Ja, en Dat ik dacht, je. als de groep maar dicht genoeg bij elkaar blijft. Want dit was het stuk waarvoor ik ze wilde hebben. Want hier zaten we echt met wind tegen in de open velden. Ah, hier zaten de middelvingers. Uh... Hier ja. was het tijd voor de middelvinger, <laughs> inderdaad. Ruggen zoeken. Okay. Uh, ja. Dus uh, ik maakte ook wel die grap even natuurlijk in die groep. Ik zeg, uh, nou jongens, nou moeten we het zelf doen. Waarop iemand naast mij ook zegt, ja, ze liepen ook de hele tijd te hard. Ik zei ja, dat doen ze expres. Ja. Dat wist ik natuurlijk niet met ah, ja. Dat hoort erbij. Dus uh, nou, wij uh, naar uh, Oudekerk aan de Amstel, brug over, terug Echt. en dan lekker wind mee. En toen was inmiddels toch wel alles een beetje uit elkaar gevallen. En toen ging ik ja. op zoek naar een nieuwe groep. Want ik wist dat ik uiteindelijk, natuurlijk, ergens ook wel weer wind ging krijgen. En dat lukte maar matig, want ik bleef natuurlijk de hele tijd vooruitkijken... en dacht ik, ah, daar, daar is een groep. Maar als ik daar dan naartoe was gelopen, dan was de groep weer weg. En ik kwam ook wel stukken alleen, dat vond ik op zich wel fijn... want iedereen, nou, iedereen... Ik heb van mensen gehoord dat ze dat stuk langs de Amstel uh, saai en vervelend vinden. Mijn ervaring, ik vond het één, supersnel gaan. De, de kilometers vlogen voorbij, ik was iedere keer bliep, bliep. Nou, alweer een kilometer. En uh, nou, ik vond het ook wel mooi. En die terugweg had ik ook wind mee. Dus dat was prima. Ik liep lekker kilometers te rammen en dat, dat ging prima. Toen had ik op een gegeven moment een mooi groepie. Uh, we waren met z'n vieren. Twee Belgen en, en volgens mij een Ier en ik. En, en daar kon ik wel bij blijven. Maar daar moest ik wel de hele tijd een beetje mijn best voor doen. Laat ik zo zeggen, als ik, als ik even niet mijn aandacht had met bij ze blijven, dan viel er weer een gaatje. Dus hmm. uh, nou ja, dat heb ik dan wel een tijd gedaan. Maar, toen bij maar op zich, terwijl jouw vermogen nog steeds was op die... Uh, ja, die... vermogenswise zat het ja. wel goed, net ja. iets te boven. Ze zaten dan net even een beetje op over, de maar... 314, 315. Uh, dus, dus... Maar het was eigenlijk hier vooral de RPE, hè, de, de beleefde hmm. mate van inspanning, die ik eigenlijk net een tandje te hoog ja. vond. Waardoor ik eigenlijk op 25, 26 kilometer besloot: weet je wat, ik ga dit loslaten. Want ik ben nu de hele tijd aan het pushen. En volgens mij moet ik dat niet willen, nog. Ja, complimenten, Gerrit. Dit is precies waar het uiteindelijk, uh, wat ik jou al jaren probeer duidelijk te maken. Nou, Dank je wel. Allemaal leuk ja. en aardig, die vermogensmeters en die, die ondersteuning. Maar uiteindelijk, dat gevoel van jou, ja, daar, daar moet je toch. Die ja, toch dat, net, die... het, dat lichaam weet het toch net even beter uiteindelijk. Ja, nou ja, leuk. hij had hem nog iets langer door. Dat die RPE die hij net iets te vroeg zelf te hoog vindt. had hij nog wel even, volgens mij, nog wel door kunnen staan. Ik denk en, en nog wel door kunnen duwen. Ja, ja, want die kilometers daarna, 6, 7, 8, 29. Ja, dat gevoel bleef. Dus ik iedere keer ja. kijken en dan hap, 300, 2,98, 2,80 af en toe. denken... wat is dit, joh. Dus ik, ik moest daar echt wel een beetje gaan duwen. En toen dacht ik, ja, ga ik nu al duwen. En toen uh, Guido en ik hadden nog een ander mooie uh, app-contact. Of eigenlijk via de TrainingPeaks-comments waar jij niet bij was, Jurgen. Ja. Ik heb zaterdag nog even 15 minuten generale repetitie gedaan. Uh, op aanraden van Guido ook een paar keer een minuut die 310 wat gezocht. En toen schreef ik, best wel moeilijk tempo, want ik schiet er de hele tijd overheen. Ik liep de hele tijd 3,30, 3,40. Toen kwam daar een waarschuwing van de coach. Coach, wat schreef jij? Nou, als je je zo goed voelt, dan let dan op vooral dat je je niet in het begin je hoofd, nou ja, weet je, je dol laat maken. En dat je denkt: oh, het gaat zo goed. Harder. Rem erop. Hè? Blijf bij je taak. En uh, dan moet ik bekennen dat de coach mij beter doorhad dan ik zelf. Want inderdaad, in dat kwartier had ik al een paar keer gedacht: goh. Zou ik anders morgens kijken hoe lang ik het volhoud op 315 watt in plaats van 310. <dacht> Zal ik lekker aan de bovenkant gaan zitten. Ja, nog ja. iets verder. Ja, maar dat heb ik dus niet gedaan. En daarom dacht ik in deze kilometer, want, want jij schreef erbij, Guido, let op. He. Hoi, je, Jurgen? Ja, ja. Nee, ik, ik, uh, ben, ben, ja, ik denk toch dat wat uh, bij Keistad... Dan had hij gedacht: nee, ik doe het. Ik, ik doe het gewoon. Ik wil het ja, gewoon een keer meemaken. Jurgen, zoals je al zei, ik leer, hè? Ik leer van mijn ja, fouten. Ja, nee, dat vind ik goed. Maar um, maar hij had er had namelijk dat... ook bij gezet, Guido. Hij zei: let op, die marathon begint pas bij 30 kilometer. Is natuurlijk een tegeltje. Maar ik... daar heb ik in deze kilometers even aan gedacht. Ik denk: nee, ik ga nu nog niet doorpushen. Het was 300 tot 310 watt. Dan maar even nu 300 proberen te houden, want uh, ik moet nog zat. Ja. Toen... En dat, uh, dat ja, vind ik toch als ik daar even op terug ja. mag komen. Want dat 30 kilometer punt is altijd jouw ding, hè? Of 30, nou, 35, wat ja. dan ook wel. Ik herinner me altijd weer dat je zegt, ja, dat moet ik ooit bij de marathon twee keer geleden dat het allemaal niet zo lekker zit. Hey, nou die 35 kilometer, daar ga ik vaker oefenen. Dan moet ik echt uh, een beetje onder in de, de training gaan. Ja, ja, onder de keer gaan krijgen. En nou volg jou, ik jou op Strava. Ben er niet geweest? Nee. nee. En dan denk ik, hey, is er iets veranderd in jouw mindset dat je denkt. Ach, dat hoeft helemaal niet. Eén nee. keer de 30 kilometer aantikken. Nee. Dat is genoeg? Een andere benadering in deze. Of um... nee, springen we een beetje hak op de tak? Maak ik zo het verhaal uh, af. Een um, van mijn twijfels, dat is een groot woord. Maar als ik me nou afvraag, is nou, was alles perfect voor deze marathon? Denk ik wel een beetje, misschien heb ik voor mijn gevoel. Voor, nee, voor mijn gevoel heb ik eigenlijk te weinig getraind. Ja, al, al, nee, maar al is het altijd. maar. In de, in de. Ja, precies, altijd. Maar laat ik het zo zeggen, als ik het vergelijk met de weg naar Rotterdam een half jaar geleden. had ik het gevoel dat wij langer bezig zijn geweest met lange trainingen. Namelijk al in eind februari, dus al zes weken van tevoren. En dat kon nu helemaal niet. Want ik bedacht überhaupt pas in augustus dat ik dit wilde ja. gaan doen. Ja. Dus die, die tijd was er niet. Maar da, da, dat is wel een, een, een twijfel of een kans die ik zie voor een mogelijke volgende keer. Dat ik denk, nou, trainingswijs weet ik niet of we alles eruit gehaald hebben. Maar uh, Gide, wel, nou ja, wel binnen dat... de mogelijkheden die er waren de afgelopen weken. Ja, ja, ja. Als je kijkt, hè, want het begon een beetje al in de vakantie. Ja. Normaal zei je van, ja, maar dat wordt dan lastig, hè. Want dan uh, is het altijd, kak ik je in en uh, dan kan, uh, doe ik te weinig. En uh, dus laten we, nou ja, daar was de focus. Proberen vast te houden wat je hebt. Ja. Met minimale inspanning. Nou, fiets was er niet mee. Lopen kon je wel. Nou, daar hebben we een paar keer per week zo'n beetje zo op de dag ja. looptraining gedaan. Maar ook geen twee uur lang. Nee joh, lopen klooien met zere poten. Nou ja, dat soort dingen. Keerde Weet je, het is dus, dus een beetje proberen bij te houden wat je had. Ja. Nou, en daarna zijn we eigenlijk pas weer begonnen. En dan heb je nog een paar drukke weken met werk en buitenland, et cetera. Dus nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal stoorzenders in zo'n programma, wat je moet volgen, wat iedereen heeft natuurlijk. En daar moet je mee dealen. Ja. En als je dan dit eruit krijgt, dan heb je daar heel goed mee gedeeld. Nee, ja, precies. En, maar, en dat is dus het dubbele. Maar dan lopen we een beetje vooruit op de vraag... die natuurlijk al 24 uur rondzweeft in mijn WhatsAppjes... waar Guido, net, Guido en ik net over begonnen. Kijk, er staat nu 3,08 En ja. die 0, dat is een motherfucker. Want dan is het natuurlijk de eerstvolgende vraag... Hm, nou, is het volgende doel dan de 3 uur? Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik allerlei mitsen en maren voor. Maar één van de dingen die ik wel denk ter faveur daarvan... Voor mijn gevoel, ja, ik heb hard getraind, ja, ik heb hard gewerkt, maar gevoelsmatig komt het me aanwaaien en daar bedoel ik mee, ik doe gewoon wat Guido zegt en opeens komen er dit soort prestaties uit. En dan ook nog in de wetenschap dat ik voor mijn gevoel maar twee weken echt keihard heb getraind. Ik heb die week in Geneve... In ja, Genève, dat vind jij. ja zo heb ik dat ervaren. Dus in die week in Genève heb ik echt als een, een monnik geleefd. Dat was eigenlijk bizar, ja. daar, dat klopte eigenlijk niet. Maar daar, daar moest ik en keihard werken. En heb ik toen gezegd, oké, okay, alles aan de Goh, kant. Ik moet, <laughs> Naar huis. Ik moet ook nog Pak je aan, lopen. En dat, dat ja. heb ik echt als een soort project benaderd. Van ik ga nu en iedere dag keihard werken en iedere dag lopen. Nou, dat was intens. En toen hadden we één week thuis. En dat is de enige week. Hè, dat noemde ik de drie knallers op Strava. Waar we echt lange uren lange afstanden hebben gemaakt. Dus Jurgen, je hebt gelijk. Ja, ik heb ze ook niet gezien. Maar dat was gewoon ja. simpelweg niet de tijd om daar naartoe op te bouwen. En om dat nou, uit ik te moet voeren. zeggen, ik, uh, ik keek daar nu pas ook naar hoor. Van uh, op jouw Strava. Uh, omdat ik, aan de ene kant, was jij, vond ik zeer uh, Ja, ontspannen ging jij deze marathon in. Maar dan, ik zag ook wel aan je doelen: er daar, daar stond iets van. Uh, 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 bovenaan ook van. Als het niet gaat, nou, dan stap ik uit. Ja. Dat vond ik ook wel een hele interessante. Eigenlijk, dat ik denk: ja, is het nou eigenlijk een soort. Ja, maar dat heeft te maken. Hoeveel marathon nee. is dit? En, dat is een ja. zijverhaal. Dat is een zijverhaal. Er, er okay. zat een, een angst in deze marathon. Ik heb een aantal jaar geleden, toen ik net begon met hardlopen. was ik enorm geïnspireerd door mijn buurman Robert. En we hebben veel samengelopen. En hij was mijn voorbeeld. En hij ging op een gegeven moment. Amsterdam Marathon lopen en ik ben gaan kijken en hij heeft zichzelf daar totaal de vernieling in gelopen. En hij had moeten uitstappen en dat heeft hij niet gedaan en hij heeft echt drie jaar in de revalidatie gezeten. En dat heeft mij altijd gefascineerd, daarom heb ik ook wel eens in deze podcast, we hebben het wel eens over pijn met elkaar gehad... en toen heb ik ook wel eens aan Guido gevraagd, ik zeg Guido, hoe herken je nou de pijn waar je doorheen moet lopen en de pijn wanneer je moet stoppen... En dat, dat is door het verhaal van buurman Robert. Dat ik denk, ja, maar je kan jezelf dus, als je niet oplet, de vernieling inlopen. Nou, en dat verhaal zat voor mij ook wel heel erg in deze marathon verpakt, want dat, dat is hier gebeurd. Dus ik dacht, nou, ik wil best wel diep gaan, maar niet kapot. Mm -hmm. Dus Zal daar, daar kwam toe? dat doel vandaan. Ja. Ja. Hoe zat jij er dan in, Guido? Zat bij jou iets van, nou, uh, heb je nog getwijfeld of die. Ja, nou ja. De, de, de... Zat jij van tevoren wel scherp van, nou met die 310 vermogen? Ja, ja maar dan... dat had ik wel. Weet je, en het vertrouwen. 310 daarin, watt, hè? Ik, 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 ja, ik heb 300... dus vorige week die afleveringen teruggeluisterd van de vorige nabesprekingen. Oh, ja. We moeten onze eenheden even scherp ja, houden. Ja. Nee, maar het plan van de 300 en 310 watt lopen. Als je. Watt lopen, nou, ja, ja oké. Okay. Ja. Met T. <laughs> dan met een T je ja. ja. Vermogen. Goed. Ja. Als je, dat, daar had ik zeker heel veel vertrouwen in. En daar komt ook bij dat hij, voordat hij naar Geneve ging, CPC had gelopen. En die halve CPC, die halve marathon daar liep hij echt. Heel goed, hè? 330, als ik het even uit hoofd, nou, moet ik ik zeggen. Nou, ik zal je verbeteren. Uh, voor... of, oh, nu heb je het over de minuten. 330 zeggen, watt. Oh, 330 watt. Ja, precies. Ja, en dan liep je 127 of 128. Ja, 127 hoog met een gemiddelde ja. kilometertijd van 4 minuten 10, 11 seconden per kilometer. Ja. Exact. Als je dat zeg maar neemt, halve marathon binnen de 130 keer 2, nou ja. Laat je zeggen, uh, plus 10 minuten. Ja, dan kom je dus wel op die 3 uur en 10 minuten. Met, hè, en, en hij liep daar 330 watt. Als je daar um, zo'n 5, 6 afhaalt. Dus, nou ja, 16 eraf. Dan zit je nog boven de 310. Dus dan ga ik nog iets aan de voorzichtige kant zitten met 310. 300, 310. Ehm um, Waarvan ik eigenlijk vrij zeker weet, dat moet je echt wel kunnen. En ja, um, dan ja. gaat hij wat dichter naar die 3 310 en, en dus ook richting nou ja, 315. Nou, dat is dan eigenlijk allemaal nog wel een, een marge waarvan ik denk, nou ja, weet je, als je dat gaat doen, dan gaat hij daar iets boven lopen. Dat is toch niet eens het probleem? Hè? Ik denk dat dat wel kan. Dus de rek zit er ook nog steeds wel, wel in. Het is niet het plafond nog. Nee. Ja, dat zijn die befaamde running runningformula's. Volgens mij van Daniels of weet ik veel. Dat je eigenlijk aan de hand ja. van je vijf minuten en je tien, minuten ja, 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 en je vijftien ja. en je halve marathon. Klopt. Kan je theoretisch gewoon. Nou, uh, ja, ja, hebben we een eigenlijk een inschatting je... maken van uh, wat je dan op een hele marathon uh, kan Ja, halen. ga maar terugrekenen van ja. wat hij voor de vakantie deed. Voorthuizen, vijf kilometer, tien kilometer, PR. Dan loopt hij city per city, een halve marathon. Dat past allemaal in dat plaatje. Ja. Dus als je nu zeg maar, st, hè, we gaan naar een, uh, uh, eens kijken met een schuin oog naar een marathon in drie uur. Ja, dan, zul je dus eerst, dan ga je dus ook terug van ja, maar wat moet ik dan op een vijf kunnen? En wat moet ik op een tien kunnen? En een vijftien en een halve marathon? Dan zijn dat eigenlijk tussendoelen die veel makkelijker onderweg te behalen zijn. En en als te je die toetsen keer zijn haalt, dus dan ook, denk ja. hmm, Misschien ja. haal ik dat te, Ah, ik heb nu die vijf wel gelopen in achttien minuten. Hmm, dan wordt het interessant. Ja, maar zelfs, voor, zelfs, dus met eigenlijk een, uh, zelfs dus eigenlijk met, met toch misschien een relatief. Uh, ja, 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 met amper dus uh, in ieder geval uh, kilometers boven de 30 te hebben gelopen. Ja, ja. Dat dat toch... nou ja, weet je, als je die 30, voor mij, ik, ik ben niet zozeer van mening dat dat per se moet. Voorkomen in je voorbereiding, want je loopt gewoon al heel veel. En nu maak je ook de keus van ja, als je dat wil, dan is dat erg dicht erop. Want we hebben eigenlijk nu de week voor de marathon Amsterdam ook nog wel een hele lange gedaan van meer dan 30 kilometer. Ja, 2,5 uur, dat was de langste. Ja, nou ja, precies. Weet je, dus er zit een week ervoor. En meestal doe ik dat ook niet. Maar dit ging, ja, weet je, dit, dit, dit is ook wel lekker voor de kop. En je was verder fit. Ja, en je ik had, had een luxe. Ik had een bizarre ja. luxe dat ik de week voor de marathon, dus afgelopen week in feite, een soort week vakantie had. Ik heb alleen maar geslapen en gechilled en geen werkstress. En, dus de, ja, de dat is tip voor de luisteraar, hè? Ja. ja, neem een week neem vakantie, voor een vakantie voor je voordat Neem een dat je marathon gaat lopen. Het wordt een heel dure onderneming zo. <laughs> maar, um, hey, maar toch om het even af te maken. Want als ja. we teruggaan naar een half jaar geleden in Rotterdam, toen ja. was het verhaal een beetje, uh, ja, het was gewoon een project. We hadden een plan en we hebben het als een machine uitgevoerd. En toen was Jurgen, eigenlijk jouw fundamentele vraag, en eerste vraag was ook: Ben jij wel diep genoeg gegaan? En daar beginnen ja. we de aflevering mee, daar eindigen we de, de afleveringen mee. Um, ik kan je vertellen, met de kennis van nu, moeten we misschien wel stellen dat ik toen niet diep genoeg gegaan ben. Al is het maar omdat, we gaan even terug naar de wedstrijd, bij die 30 kilometer. Ik dacht, nou, nu begint het dan. Ik had bij 34,5 kilometer Chel, Sofie en vrienden van ons staan. Dat is ook dan de Watergasmeer in. Daar heb ik gewoond. Thuiswedstrijd. Dus die eerste dertigers, die gingen super lekker. Sterk. Zie ik ook in de data. Ook uh, een uptake eigenlijk. Ook in vermogen, in snelheid, in alles. Maar ja, later denk ik. Misschien heb ik daar wel het le tankje leeg gesnoept. Want ik ging de hoek om het uh, begin van de Mauritskade. Op of in ieder geval het stuk op wat gaat leiden tot de Mauritskade. En daar werd het opeens akelig zwaar. Daar schrok ik van. Wow! Dacht ik, wat voel ik me slecht. Dat was dat moment wat in mijn Strava-verslag ook staat. en ook in mijn app naar jullie. dat ik opeens voor me een slimme presteren podcast-sticker zie. En denk, wow, dit is cool, dit is leuk, dit is een bekende. Nou, dat gaf heel veel motivatie. Achteraf dus ontdekt, dat was Sieber de Jong. Ehm. Uh, ik heb lopen twijfelen, ga ik nog nu mijn telefoon pakken, foto's maken? Ik denk, nee, dat kan ik al niet meer. Focus, focus. Verslaglegging doen we later wel. Um, Naar hem toegelopen, uh, maar dat was uiteindelijk ook maar een halve kilometer, denk ik. En toen erop en erover. Toen uh, kwam die Mauritskade en dat was echt wel sterven. En uh, daar zit een, een befaamd stuk. Ik bedoel, in Rotterdam is het Kranikse Bos het befaamde stuk. Hier zit de tunnelbak en dan de Amstelbrug bij het Amstelhotel. Dus, dus eerst naar beneden en dan de tunnel uit, en meteen door de brug op. Ik dacht, nou, hoeveel uh, kan dat nou zijn? Nou, dat was inderdaad echt sterven. Uh, rustig doordribbelen naar boven en dan uh, nou, eraf erop. Ja, beschrijf dat sterven is. Want ik zie wel wat... <laughs> we kunnen het aan de getallen wel zien. Ja, je ziet in de grafiek natuurlijk en, de boel uh, ja. inkakken. Ja, ja het, het, het wordt gewoon heel zwaar. Ik had bij die eerste dip, 25, 26, 27, 27 28 kilometer... Begon, ik, begon wat, ik begon wat pijn in de bovenbenen te voelen. En ik begon wat uh, af en toe een keer de billen zo... Dat je denkt, oh, hm, nou, uh, uh, vermoeidheid. En uh, wat er... Op die Mauritskaade en wat er op die heuvel gebeurt, is dat wat je wil. Hè, je stuurt in feite hetzelfde aan, maar je kijkt op het klokje en er komt niet meer hetzelfde uit. Hè, dus, dus je intentie en het resultaat ja. komen niet meer met elkaar overheen. En dan moet je dus een van die twee knoppen moet je aandraaien. In dit geval dus het, de intentie, oftewel de beleefde mate van inspanning. Ik moet harder duwen, maar ja, ik dacht ook, ja, maar ik zit hier op kilometer uh, 637. Het is nog wel even. Niet te vroeg uh, aan die tank beginnen. Dus uh, pinkje naar buiten. Uh, gelet op de houding. Gelet op een contact. En maar gewoon uh, doorlopen. En toen gebeurde er iets. Ter hoogte van de Heinekenbrouwerij. Op de Mauritskade zijn we dan. Daar staat een of andere omroeper. En, uh, die, oh ja, er stond een of andere Polar tent. En de Polar uh, was ook de sponsor van de Pacers. Die dus met de vlaggen liepen. En ik kom daar voorbij. En ik, ik hoor hem nog. Terwijl hij begint uit te leggen wat Pacers zijn. Ja, dames en heren, u ziet ook mensen met vlaggen lopen. Deze mensen lopen. Ik denk opeens, kak. Ik had natuurlijk al ik had een paar langzame kilometers gezien. Ik ging naar 4 minuten 42. 4 minu Volgens mij is er rond dat moment ook... Ik heb dus bijna 5 minuten gezien. 4 minuten 58, kilometer 37. Ik dacht, oeh, nou verlies ik toch wel heel veel per kilometer op het schema. En een beetje realiseer ik me. Oh oh, die drie uur tien-pacers komen natuurlijk van achter op hun steady vier minuten vijfentwintig seconden op mij af. En die pakken op dit moment twintig seconden per kilometer halen ze mij in. En ik denk, oi, nou, dit is een bedreiging en een kans. Ik denk, nou, laat ik dan maar kijken of ik die zo lang mogelijk kan voorblijven. En of ik als ze dan dadelijk langs me komen nog kan aanklampen. Nou, en dat is uiteindelijk wat je ook wel in de kilometerdata ziet. Dus na die, dat diepste dal. Op 37 kilometer zie je het langzaam weer uitklimmen. Omdat ik me dus laat opjagen door de pezers die eraan komen. Want dat kun je ook heel goed horen. Dat ben je misschien niet bewust. Maar rondom de pezers gaat het publiek harder klappen. Dat is ook ja. heel leuk als je in het peloton zit. Want uh, opeens, dat heb ik eerder gezegd, de, de stoet krijgt betekenis. Er komt de hele tijd een stroom mensen langs. En opeens realiseren de mensen: oh, dit zijn mensen die lopen in 3 uur, 10 minuten. Nou, dan gaan ze allemaal klappen. Maar ik hoor dus achter me steeds dichterbij dat applaus aankomen. Dus ik denk: oh shit, daar komen ze, daar komen ze, daar komen ze. Ik moet ze blijven, ik moet ze voorblijven. Nou, uiteindelijk uh, is me dat nog tot uh, tweede helft Vondelpark gelukt. Toen kwamen ze toch echt wel langs me. Toen ben ik een tijdje, je moet ik zeggen, in het groepje kunnen blijven. Tot uitgang Vondelpark. En op dat moment hè, echt elke centimeter hoogteverschil doet pijn. Dus dat. Uitgang Vondelpark is een vals platje. Mm -hmm. Daar, dat voel je dan zo hard in je poot, jongen. Dus zij gingen daar klats, klats, klats uh, de hoek om. En toen moest ik ze alweer lossen. Dus toen dacht ik maar aan mijn befaamde 30 seconden speling. Uh, nee, twee dingen. Toen ik bij ze was, riep die ene... En dan moet ik op zijn, op zijn... Volgens mij heet de ene Jeroen en de andere heet Maarten. Dus Jeroen riep tegen Maarten... Maarten, rustiger, rustiger... We lopen op drie uur acht minuten op dit moment. dacht ik: aha, dat is een <laughs> fijn stukje data. Dus ik heb nog wat slek, want zij hebben wat slek. En ik had natuurlijk nog die 30 seconden uit de eerste twee kilometer. Dus toen heb ik ze op die Amstelveense weg, dat laatste rechte stuk, toen werd mijn wereld heel klein. En heb ik, heb ik, heb ik maar geprobeerd zo, dicht, zo min mogelijk op ze te verliezen. Um, en, en zo uh, richting het stadion. Ik had, ik had nog één mooie mentale, uiteindelijk was het allemaal psychologie. Ik heb uh, dit boek wel eens eerder aan jullie laten zien, toch? Nu of Nooit, is van uh, Dijk Carter, die uh, jongen van uh, Kamp voor Koningsbrugge. Kamp voor Koningsbruggen is afgelopen week weer begonnen. Ik weet niet of jullie gekeken hebben. Nog niet. Nog maar... niet. Ja. Daar zit een scène in, aflevering 1. Dan moet die groep moet marsen. En ze weten niet hoe lang en het moet harder. En daar gaat onze singer-songwriter Ruben gaat helemaal kapot. Hij heeft pijn in zijn knie en hij kan het niet bijhouden. En hij besluit als eerste om uit te stappen. Nou, invoelbaar. Oh jongen toch? In, in mijn scenario, je moet uitstappen als je knie kapot gaat. Hij zegt, mijn knie gaat echt kapot, bla bla bla. Dan komt die die bij hem zitten en die zegt tegen hem, wat als ik je zeg. Dat het nu nog maar 300 meter is. Ja. En ik kon dat zo invoelen. Want dan denk je natuurlijk opeens. En dat is dus dat is waar die hele die over gaat. Dat is natuurlijk de mindfuck in je hoofd. Je, je brein denkt. Het is oneindig lijden. Dus ik moet dit stoppen. Maar wat nou, als het niet oneindig is. Dus die scène. En dat gevoel wat ik kreeg bij die uitzending. Dat hele vondenpark. Toen die gasten bij me kwamen. Toen ik echt het zwaar kreeg, heb ik alleen maar had ik een nieuw mantra. Wat als het nu nog maar 300 meter is? En dan ging ik weer. En op naar de poort van het Vondelpark. En dan was ik op het Amstelveestje weg. Wat als het nu nog maar 300 meter is? Ja, dat kan het nog wel. Maar kan toch wel. wel rekenen, Gerrit? Jij wist toch wel dat? Ja, maar het Jurgen, het hielp wel ja, echt. Ik zelf voor de ja, het ja. hielp wel echt. Ja. En daarom zie je mij in die foto in die laatste 100 meter. Ik ben ja. uitgetuned, ogen dicht, duimpjes eruit, grijs op mijn gezicht. Het is nog maar 300 meter. Ja, nou ja, en dan ja. alles eruit persen. Dat heeft mij door die laatste 2 kilometer ge d gesleept. dit klinkt bijna. Uh, ja, we doen er nu lacherig over en jij bent monter en noem maar op. Maar uh, ja, het, 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 het was nog net niet zo ver als uh, Keistad. Maar. Uh, nee, 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 ben. nee, nee, wel, nee. Nee, ik ben want diep alle... nee, nee, nee. Want ja, ik ben wel diep gegaan. Maar alle pijn. Waar ik, als ik ja, het wel. heb over pijn. zit in de spieren. Ja, ja, ja. ja dus ja, mijn, mijn bovenbenen doen, doen pijn. Mijn kuiten doen pijn. Mijn billen ja. doen pijn. Ik bedoel, het, maar. Nee, dat heb ik heel goed onthouden. van Guido. in die aflevering dat ik hem dat vroeg. Guido zei. Nou ja, je moet het misschien zelf maar zeggen, Guido. Maar wat ik heb onthouden. pijn die. nee, andersom. Pijn die zorgt dat je anders gaat bewegen, daar moet je voor oppassen. En zolang je dezelfde beweging, pinky, rechtop, verticaal, zolang je dezelfde beweging kan blijven maken, kun je er doorheen duwen. Dat heb ik in ieder geval onthouden. Ja, nou ja, precies. Weet je, dit is ook een andere: geen pijnvermijdend lopen. Ja, precies. Dus niet als je ergens een pijn aan de knie krijgt, dat je denkt: oh, ik moet echt anders lopen, want anders doet het veel te veel pijn. Dus dan ga je compenseren. Ja. Dat soort zaken. Dat, dat moet je ook niet hebben. En bij Keistad was het natuurlijk nog een... Er was gezondheid. duizeligheid. Ander ja, probleem natuurlijk. Hè? Maar, ja. uh... Als je hier de data ziet... Hier zie je ook wel heel goed de data... van dat andere grafiekje met grondcontacttijd... en paslengte. Ja, die moet zie ik, je ook uh, heel mooi. dit is dan voor onze... kijkers op YouTube zeg ik dan. Hè? Maar we, we beschrijven goed de grafiek. Is dit de grafiek die je wil zien? Vierlijn? Nee, die andere. Uh, ik denk de volgende, dat, deze. Deze, ja. Ja, dan zie je dus... De kop van de, 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 de grafiek is in... fatigue indicators. Oftewel ja, nou, vermoeidheidsindicatoren. De gele, de gele lijn is de power. Die zie je op een gegeven moment bij het stippenlijntje. Vanaf dat moment, dus 2,5 uur ruim, ja, eh, begint, het, begint het lastig te worden. En dat, heeft, nou ja, dat komt omdat de grondcontacttijd, de groene, hè, die wordt hoger. Dus hij plakt meer aan de grond. Hij gaat minder reactief lopen. Niet met gelukt. als gevolg... Dat hij ook zijn paslengte niet meer volhoudt. En dat is die roze, de onderste. Hij, wordt dus, hij gaat ook met kortere passen lopen. De dus snelheid gaat dus omlaag. En dan ja. zie je een hele, eigenlijk, nou ja, dat zal ongeveer zijn... Eh, 2,40, 2,45. Daar heb je echt het moeilijkste moment. Hè. Dus dan, je je eh, hebt nu over... tijd op 2.40 uur 40. Of ja, dus daar, daar zie je het dipje, zeg maar. Het grootste dip in die oranje lijn en de piek in die groene lijn. Ja. Um, en vanaf dat moment, daarna realiseer jij je eigenlijk... Van, nou, nu moet ik echt oppassen, want daar komen die pacers achter me aan. Ik moet nu weer zorgen dat ja, ik ja. strak loop, proberen... Dat klopt, uh, letterlijk uh, zo. Ja, nou ja. Dat maar zie kijk dus maar waar het is. Je, zie je, ja. We kijken nu naar een nieuwe grafiek op YouTube. Dat is een inzoom. Daar heb je even een selectie gemaakt van dat uh, vanaf 2 minuut 31... Tot de finish. Dat is het laatste stuk. dat ja, is, dat laatste ja, dat stuk. is laatste het acht Laatste acht kilometer. Laatste stuk waar het moeilijk wordt. Daar zien we rechts op het kaartje ook. Dus letterlijk, dit is letterlijk vanaf In die, die hoek. Dus op dat rechte stuk daarvoor staat de familie. Dat is dat filmpje ook wat ik rondepte. En ja. die bocht, dat is ook nog een stukje vast voor dan linksaf. En daar begint het. En die die dip, dat is volgens mij letterlijk gewoon die kuilbrug. Die, die... Ja, dat kan heel goed. Ja, dat ja, is dat ook Kan zo. heel goed. Ja. Dus dat is. Ja, daar uh, heb je het. Zwaarst. En dan daarna kom je er langzaam wel weer uit, en, en heb je eigenlijk zoiets van: Ja, maar ik ben er bijna. Ja, ja ik en moet, ik heb dus, uh, ik word opgejaagd door peces. Vind ik toch leuk? Even nog die grafiek terug, ja. want hij, uh, ben hij ik, zet hè? daar een Deze. hele mooie trendlijn al doorheen. Hè? Natuurlijk ja. weet ik met trendlijns, ja, daar moet je mee uitkijken. Ja. Maar juist met die grondcontact-tijd zie je eigenlijk vanaf het moment uh, begin dat die al langzaam, heel subtiel natuurlijk iets omhoog gaat. Hè? Je ziet hem nou, de hele tijd een beetje Eigenlijk ophoog. laat je je dan... Kijk, die trendlijn pakt ja, over die, de hele lijn. Die wordt waarschijnlijk in, te veel beïnvloed door het laatste half uur. Exact, eh, want als je die eruit zou halen, ja, zou dan, die dan toch, heb je een vlakke uh, trendlijn. Want die, ja. als je alle grondcontacttijden van alle kilometers erbij zet, is die eigenlijk heel lang onder de 220 milliseconden. En oh, dan ja. komt die op het laatste stuk niet meer ja. onder. Nee, je ziet daadwerkelijk daar bij 232-34 dat daar wel een, uh, ja. een kantelpunt is. Uh, ja, nou, ja. Leuk, leuk om te zien. Of, uh, ja goed, je hebt er op dat moment... Maar dat is dan aan. toch uh, dat klimmetje, hè? Dus, want dat voelde ook wel heel zwaar. Nee, maar ja, het is een lullig klimmetje. Ja. Maar mm -hmm. dat is dat, dat klimmetje de, uit de tunnelbaak over de Amstelbrug... De, ja. Eigenlijk, daar kom ik niet meer te boven dan, technisch lopend gezien. Dus volge, weet je, de volgende marathon die je gaat lopen. gaan we New York wat? doen. Ja, dan heb je heel veel van dat soort klimmetjes. Dan heb je heel veel van dit soort klimmetjes. Dan is goede training voor je. Ja, In Central Park heb je dan wat van. Yo, heuveltje op, heuveltje af, heuveltje op, heuveltje af. Dat wordt dan echt uh, uh, wel afziend, dat laatste stuk. Hey, maar die, dus... die laatste acht kilometer maakt dus ook het, het gevoel. Ik, ik loop al de hele dag me af te vragen welke emotie overheerst nou. Want eigenlijk moet ik nu euforisch super trots zijn. Mag, ja, dat... Ja. Dat mag ook, Gerrit? Ja, hè? maar dat moet ben zijn? ik, moet maar niet alleen maar, merk ik. En mijn eerste ah. analyse was volgens mij, en dan vergelijk ik het misschien met, met Rotterdam een half jaar geleden, waarin ik mezelf hoorde zeggen: ja, dat was gewoon een project. Wat een plan. En dat hebben we gewoon uitgevoerd. En ja, ik heb daar bij Remco nog even mijn vingertje op mijn mond. Omdat ik even twee kilometer mijn best ging doen. Nou ja. Daar da, da was niks aan de hand. Dat was nu toch even anders. Ik moest nu echt iets overwinnen. En meteen denk ik dan ook zelf. Ja, duh. Het is een fucking marathon. Het is niet uh, een wandeling in het park. Dit hoort erbij. Maar ik merk dus wel. Waar ik dus... Een half jaar geleden zei: Ik wil de marathon temmen. Ik wil de baas zijn over de marathon. En dan was ik daar. En toen zei hij: Ja, nou ja, maar toen ik klaar was, was het emotioneel ook wel dat ik denk: ja, nou klaar. Ik heb nu toch weer het idee, nou, dit keer was de marathon toch weer even de baas over mij. En dat leidt ertoe ja. ook naar de finish uh, uh, liggen. En Jurgen, vond jij toen al mooi? Op de... Maar de tranen waren er weer hoor. Ja. Even, kort. Even zo vijf korte snikjes. Ja, yo. mooi man, mooi. Menner. ja. Maar, precies. Ja. En dat, weet je, de mar geen enkele marathon is hetzelfde. De volgende, als je nou weet je, nog eentje weer, weer gaat lopen. Die kan ook weer helemaal een keer misgaan. Hè? Dus ja. het is gewoon... Ja, fijn, fijn. Je hebt, nou ja, je, weet je, je hebt nu twee keer echt wel gewoon heel goed... Kunnen afwerken. Hè? Ja. Je hebt een bepaalde opdracht gekregen, en die, en die heb je feilloos uitgevoerd twee keer. Maar ja, weet je, dat is geen garantie dat je de volgende allemaal kunt afronden. Want het blijft altijd, zelfs voor de beste marathonlopers, ook die hebben soms marathons ertussen zitten. En dan denk ik. kak, deze liep echt niet. Nee. Nee, dat ja, dat kan. Weet je, en dat is ook het mooie. Om, ja, weet je, een vijf kilometer of een tien kilometer, daar gebeurt niet zo heel veel. Nou ja, Beetje uh, uh, dingen in dat je denkt, ik, nou ik stort helemaal in. Dat, dat trek je dan nog wel door. een marathon kan nog wel heel veel gebeuren. Ja, ja dat maakt moet, hem ook uh, zo interessant. Ja, ja. Of je moet je doelen heel anders stellen. Ja, maar de, en dat vond ik wel. Uh, nog toch een cliffhanger, wat gaan op, we dan doen? Toch op die doelen weer terug, want ergens stond er ja een PR. Uh, maar aan de andere kant. Gezond of lekker uitlopen of zo. En genieten en glimlachen. Ja, maar daar heb dus ik, kreeg ik ook. Ik heb uh... echt het gevoel van, ja, ja, je legt het lat niet zo hoog. Het gaat er nu om dat je gewoon inderdaad het gevoel hebt de baas te zijn over de markt. Maar ja, nu denk ik nee, want je kreeg een opdracht die best wel. Uh, Oeh, ja, dat klopt. Die was wel pittig. Dat was geen. Uh, nee, kat in het bakje al helemaal niet. Dat was geen je walk dan, in de park. Ja, Nee. nee, maar daar heb ik ook uh, mee geworsteld. Die week van tevoren. En hoe ja, hoe leuk was dat geweest als jij bij wijze van week uh, niet op 310 watt uh, moest gaan lopen, maar op 300 of 290 of zo. Dan had je, je verveeld. Dan had je. Ja, en stel dat je die dan. Dat is ja, niet toch? waar. De, is nee. de, nou, ja. Maar hier was ik dus mee aan het stoeien. En, en er was ook het conflict tussen die twee doelen die bovenaan staan. Want het eerste doel was. De, de vruchten plukken van inmiddels uh, uh, bijna tien maanden met Guido werken. Want ik ben fitter. bovenaan, dan... ja, dat klopt. Ja, ja. ik ben ja. fitter dan ooit. En dat was de aanleiding ook dat ik van de zomer zei: Hé, hey, zou ik niet gewoon, in plaats van helemaal te wachten tot eventueel weer Rotterdam in 2023, zou ik niet gewoon ja. nog een marathon doen? Want ik ja. ben nu, ik moet maar zien of ik dit vasthoud. Dat was aanleiding 1. Tweede aanleiding was ook, ik, ik wil eens een ander parcours ontdekken. Uh, Rotterdam kan ik dromen, laat ik eens een andere kijken. En, en ik merkte dus in de week van tevoren... was dat ook wel een beetje aan het strijden met elkaar. Dat ik nog niet overtuigd was van... moet ik nou echt voor mijn allerscherfste PR gaan? Ook omdat ik merkte, kijk die fitheid, wat Guido zei... die voorspelde al een 3.10. Terwijl ik dacht ook wel eens in die week ervoor... nou, als ik nou gewoon voor 3.15 ga, 3 uur 15 minuten... is ook een ja. PR... Ja, ja. Kan ik lekker genieten? Bewaar ik nog wat voor de volgende? Maar ja, zo is het niet gegaan. Nee, nee, nee. Dus, dus nu heb je weer wat stof om over na te denken. Van uh, nou ja, wat, 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 wat wil ik uh, als volgende doelen gaan stellen? Over Rotterdam gesproken, weet je wat ook echt raar was onderweg? Ik heb dus bij bijna alle kilometerbordjes. visualiseerde ik welke plek dat was ja, ja. op het Rotterdam-parcours. Ik vond dat zo vreemd. <laughs> zo was ik bij 10. Oh, dat is daar in Rotterdam. 25. Ah, dat is daar. Vlak voor de Erasmusbrug. 30. Oh, wacht, dat is nu in Krooswijk. Oh, 32. Dat is Midden-Kralingse bos. Dus, ik zat dus je... al die kilometers op het Rotterdam parcours te plakken. Met ah, niet dus je hebt eigenlijk gewoon Rotterdam gelopen ja. in je hoofd. Ja. Soort van. In Amsterdam. Ja, was in je beleving er ook veel meer publiek dan? Het Rotterdamse publiek. In, uh, <laughs> dan het, uh, het verwende Amsterdamse publiek, wat gewoon een beetje thuis blijft en denkt van wat ja, ik ga nee. in de stad. Een uh, paar dingen. Ik zal er een paar dingen over zeggen. Wat, winkelen, ik, wat, ik, wat ik heel tof vond, is. Ik, uh, maar dat komt misschien ook. Kijk, in Rotterdam ga ik naar de green room van die Facebookgroep. En, en dan naar het parcours. Ik vind Rotterdam in mijn beleving is dat een hele Nederlandse marathon. Ik ben bewust dat er ook wel internationale deelnemers zijn. Die zie je ook wel. Maar hier in Amsterdam is echt de omgekeerde wereld. Er zijn de, de voertaal op de weg is zeg maar Engels. Ook als je wat tegen iemand zegt. Uh, in het begin, en daar hoor je ook wel mensen om je heen doen, spreek je nog Nederlands. En dan zegt iemand "Hè, huh? Dus op een gegeven moment gaan mensen ook in het Engels tegen elkaar praten. Ik vond het wel heel tof. Duitsers, Spanjaarden, Fransen, Engelsen, Ieren. Het is een hele internationale marathon. Spreekt ook wel voor zich, wellicht, Amsterdam. Dus dat was cool. Ja, en dat publiek, ja, dat is ook waar. Uh, er staat gewoon niet veel publiek. En het publiek wat er staat, is vrij kalm. Nou, rondom, rondom die Peacervlaggen gebeurt er nog wel iets. Maar uh, op een gegeven moment, ik vertelde je dat ik dus uh, rond 25 kilometer had ik een soort viertal waar ik mee liep. Dat waren twee Belgen. Robin, uh, ik weet niet of hij ooit deze pad kostte, maar Robin liep ook af en toe. Op een gegeven moment ging hij het, het publiek opjutten. Oh. Die ging met zijn arm in de lucht van: Nou, uh, maak eens wat lawaai. Dan wilde natuurlijk vrij weinig. Dus ik op een gegeven moment ook ja. tegen hem Ja, welkom in Amsterdam, uh, Robin. Hier staat hij bekend om, dat het uh, wat mat publiek is. Toen zei Robin nog: Nou, ik krijg ze wel aan de gang. Maar goed, dat was uh, niet veel later, moest ik Robin laten gaan. Ja, maar ja, dat maakt toch ook wel uit voor. Uh... De motivatie, of het hmm. door willen gaan, of deed nee. Ik vond dan het gewoon mooi. Ik, vond, ik, vond, ik ja. vond het een mooi parcours. Het waren mooie ja. omstandigheden. Het was voor mij natuurlijk... Ik heb elf jaar in Amsterdam gewoond. Dus ja. ik vond het ook heel tof om gewoon langs de plekken te lopen waar... Ik... Had je van tevoren wel inderdaad, kende je het parcours? Zeg ja. maar, gevisualiseerd ja. dat je ja. ook wel... Uh, ja. Okay. Ja. ja, dus ik wist echt wel waar we waren en waar we heen gingen en, en wat er nog moest komen. Ik had van tevoren nog een mooie windkaart. Uh, gemaakt met de Zuidwestrichting. Ja. Dus ik wist ja. ook nog waar de wind tegen ging komen en waar ik toch echt moest proberen in een groepje te zitten. Ja. Dus, um... Nou ja, ik vond het ontzettend jammer. Gelukkig was Guido uh, er wel, maar oh, die app was weer. De, de live app lood, deed het uh, weer uh, waardeloos. Ja. Hè? Ja. En uiteindelijk ja, nou, hij liep steeds een beetje achter. Hè? Dus dan was je al ergens en dan denk ik, oh, zou die ergens gestrand zijn. En dan liep die app ergens achter. Want zeker ook na de, hè, toen je de finishfoto uh, bij ons in de app zette. Toen was je eigenlijk uh, in de race-app nog pas ja, bij 5 kilometer of zo. Ik denk: ja, ja. Oh, hij is er al. <laughs> ja. Nou, bij mij lukt het nog niet eens. Ik had die app gedownload en ik kreeg jou gewoon verder niet te zien. Nee, niet, ik kreeg niet dezelfde melding ook van mijn familie ja. en zo. Dat was uh, niet te volgen, ja. helaas. Op Twitter was er ook een hoop uh, uh, gedoe en gecommentaar en noem maar op. Hoop, ik, heb, uh, ik ken mensen bij de organisatie die hebben beloofd dat ik niet verder de app en de sponsor nee. zou best. Oké, okay, nou, ja, je hebt gewoon... <laughs> Prima, je best gedaan. Nou weet je, ja het is gewoon heel lullig, want uh, het werd natuurlijk uitgezonden op tv. Nou, daar ga ik dan echt wel voor zitten. Of in ieder geval uh, het laatste half uur heb ik gezien van die, die toppers. Nou, en dan wil je eigenlijk in die tussentijd ook eens kijken: ja, hoe waar is Gerrit op dit moment? En uh, loopt hij een beetje op schema? Noem maar op. Ja. En, en jij zag was... mij niet uh, in die kopgroep uh, op die tv-beelden. <laughs> nee, precies, dat was het eerste. Ik, denk, ik ja. zag wel van die schoenen. Ja, die ja, hadden ze dat veel hè? We niet. Er ja. waren er veel met die dikke schoenen. Nee, oh, ja. ja, ja, hey, dat zijn de schoenen van Gerrit. Het is Gerrit niet. Wat ik, wat ik ook nog merkte: ik liep dus op de allernieuwste uh, dikke Nike's met dikke 4 centimeter uh, carbon. Dat is echt wel een beetje vals spelen. Uh, daar krijg je uh, heel veel vleugels van. Oh, nee, Grondcontacttijd. Grondcontact Wat ik daar een beetje luxe in vond. Op die stukken. Op een gegeven moment werd ik dus vrij moe. Ik heb normaal een, een zeer actieve voorvoetlanding. Ik kan nu wel in die schoenen af en toe bewust. Dan, dan laat ik het even gaan. Dan ga ik haklanden. Maar dat vergeven ze je dus wel. hè? Dat zijn zulke dikke matrassen. Ik denk, nou, prima jongen. Dan klats jij toch even lekker op die hakken erin. Dat kan ook. Dus dat was wel... Uh, was, ik, ja, niet gesponsord, uh, maar uh, wel een mooi cadeau. Even kijken of ik nog dingen heb opgeschreven in mijn uh, reflecties uh, gisteravond in bed. Volgens mij heb ik alles uh, wel Heb je goed verteld. geslapen uh, na afloop? Ben je nog ja. vol adrenaline nee. en uh, nee. doe je de race nog drie keer over? Uh... Nee, het is, uh, het is natuurlijk heel vroeg hè. Het is negen uur starten. Ja. Dat betekent half zes opstaan. Uh, maar dat betekent ook uh, om half één alweer klaar. Dus ja. ik had uh, de hele middag... Kun je de rest uh, van de dag ook uh, ja, doorgaan. Ja, nog een <laughs> beetje debriefen en al die fantastische commentaren op Strava en Instagram en overal lezen. Dus ja. daar uh, lekker met de beentjes in bad. En uh, nee, ik kon goed slapen. Guido, had jij nog andere atleten die mee uh, liepen? Normal? Ja, ik had er nog één. Die zat een beetje net achter Gerrit aan. Oh. Wie was het? Ik denk dat hij een beetje in de buurt kan blijven of net niet. Hmm. Oh. Hmm. Maar hij liet er net iets achter. Maar je, dus je had het ons was, niet uh, aan elkaar gekoppeld als uh, leuke pacing setje. Van gaan jullie nou eens lekker samen lopen. Ja, dan had ik hem iets te hoog in moeten ah. schatten dan. Hè. Dan, denk je, dan krijg je denk ik, oeh, dat moet ik niet doen. Nee. Want ik denk dat jij net ietsjes, nou ja, weet je, als je tien seconden per kilometer harder loopt. Dat lijkt niet veel, maar als je dat steeds moet doen en je denkt, oh kak, oh, dan wordt het nog, dan ga je jezelf over de kop lopen. Ja. En dat is een mooi bruggetje naar, uh, om deze podcast maar langzaam naar een einde te breien. Het, uh, de grote vraag, en nu dan? Die wordt de afgelopen 24 uur ook al veel gesteld. Sterker nog, Jurgen, toen wij net nog even op jou zaten te wachten in deze Zoom... was dat het eerste wat op tafel kwam. Bam! Hey, ik ja. kan me helemaal voorstellen, ja, zeker. Want, uh... 308 staat er dan. Ik zat ook inderdaad van, nou ja, ik was benieuwd hoe, uh, hoe tevreden je bent. Uh, wat, uh, ja, wat eigenlijk jou... Uh, ik, ja, wat ben ik ben super tevreden, ik ben super tevreden. Maar wat ik net al een beetje liet doorschemeren. Enerzijds denk ik, nou, als ik nou eens niet zes weken voor een marathon ga trainen. Maar gewoon vanaf nu zes maanden voor ja. Rotterdam volgend jaar. Het is maar helemaal wat je wil, hè? Wat je doel wordt, et cetera. Ja, uh, maar het ja. en tegelijkertijd heb ik vandaag. Uh, want uh, het is een beetje eng hoeveel dit gesprek oppopt. Um, heb ik ook wel de realisme. Wat, weet je, die curve met Guido. We zijn nu tien maanden bezig. Ik ben niet naïef. Die blijft natuurlijk niet zo hard oneindig doorstijgen. Die zal wel ergens plafonneren. En uh, we hebben ergens ook een inspanningstest gedaan. Uh, ja. Ik. Ik weet niet of het erin zit, Guido. Volgens mij komen we ook een beetje aan de limieten. Of niet? Wat zeg jij? Ja, dat, dat, zeker, daar gaan we aankomen. Maar ik heb nog niet het idee dat we er, dat dat dit hem is, eruit Dat is. Hè, dat dit hem is. Weet je, als je 3-8... Ja, is 3-5 of is het dan 3-6 of 3-3 of 3-0? Ja, weet je, dat is de reis die je nog moet maken. <laughs> He, zo simpel is het. Ja. En, en misschien, of, of het staat dat er los van, ja, we, uiteindelijk tuurlijk, we, we kijken naar die, uh, die eindtijd hè, dan, daar gaat het uiteindelijk om, maar dat je zegt, ja goed, het pacingplan is niet uh, helaas tot uh, ja, het ging perfect tot 25, 30 kilometer, nou dan hebben we in ieder geval weer een, uh, iets om aan te werken of om te kijken of we dat... ja, je wou zeggen, ga nu eens een 308 lopen maar dan wel vlak, en nou, niet met die dip ja. in de laatste 8 kilometer maar ja, dat is eigenlijk een, een voorstel. Hoe leuk zou dat zijn, hè? Als je het gevoel hebt, hey, ik kan hem nu echt temmen. En ik, ik loop ja. nog steeds... Uh, en misschien een 3-10 zelfs, hè? Ik bedoel, alleen ja, dan ga je weer denken... Nou, dat is een beetje zonde, hè? Ik wil eigenlijk die stappen nog maken. Ik ben niet ja. maar... Ja, ja dat, dat zal dan toch, denk ik, bij Gerrit in het hoofd. Dan wil hij liever sneller dan 3-8 lopen. En of dat dan weer een slecht eindstuk is... Maakt dan ja. niet zoveel uit, hè? Weet nee, je, als het dan het, ge het gekke is, ik zit natuurlijk op dit moment, ik ben een laadbloeier. Ik ben laat begonnen met hardlopen, relatief op een leeftijd. Uh, en ik, ik heb dus de luxe dat ik nog steeds op een verbetercurve zit. Ja. En ik heb dus wel het idee dat ik die wil uitrijden. Hè, ik had uh, met Victor Bastiaanse over ik, dat peesen. Dat lijkt mij super leuk. Uh, dus ik schreef letterlijk naar hem: ik wil echt wel peester worden op het moment dat het PR's hoog, hoogste klaar is. Uh, maar daarmee zeg ik dus eigenlijk al impliciet <laughs> dat ik nu nog wel even door wil <laughs> op de zoeken op hoe hoog die lat kan komen. Ja. En die, die pacer-organisatoren, uh, die, die kijken naar jou. En die zeggen, ja, kan, leer jij eerst maar eens peesen, want uh, alles ja, huren we wel in tot de eerste 25 km prima. Maar daarna hebben we niks meer aan. Ja, ja. Wacht even, als ik ooit zou peesen, dan ga ik toch lekker ja. op 4 uh, uur of 4 uur 15 of 4 uur 20 lekker peesen. Dat ja, lijkt me precies. fantastisch. Ja, een, beetje, een beetje teruggeven van uh, wat ja. jij uh, ja. nu allemaal uh, te, te, te danken hebt aan die, die pacers. Okay. Heb je, jij hebt nog wel gesproken, ook met de, de gevallen Ja, en, uh... Jeroen en Maarten? Ja. ja. En was nou, want ik, ik had het. Ik, die, was er nog wat interactie toen die groep jou erin haalde? Van werd er nog even. Nee, gezegd, van, nee, nee, nee. Maar uh... ik denk ook niet dat. Uh, ik denk niet dat ze me herkend hebben. Want je moet je natuurlijk realiseren: die eerste 17 kilometer dat ik met ze liep, loop ik natuurlijk achter ze. Dus zij staan ja. niet de hele tijd achter om te kijken wie die 30 mensen die, zijn die in hun bedoel, spoor zitten. Maar meer die andere, de rest van de groep, ja, die was wel behoorlijk uitgedund. Ja, er, waren, waren, er, waren, er, was, er was één iemand die ik herkende van de originele groep. Want dat was Michel ja. en die liep in een Fred Flintstone pak. <laughs> en, oh, dat valt wel op. Ja. Hè, stond ja. in mijn doelen ook: hè, shirts lezen. Nou, Michel ja. had een, een Fred Flintstone pak, die liep er nog bij. Uh, die zei en... niet van hey slimme presteren podcast nee, alleen, zei die, nee maar die, ja. had, die was ook wel op een plek dat er niet meer zoveel te praten viel okay. Jurgen hey, ik weet niet va hoe, va hoe vaak goed, jij op kilometer niet. 40 bent geweest maar daar wordt niet meer zoveel gekletst ik ben, hoor uh, twee keer in mijn leven maar toen was ik uh, 16 of 17 jaar oud dus dat, uh, oh, dat is uh, tijd uh, om uh, het weer, maar... weer op te pakken ja, ja. <laughs> zou, je, zou je denken Guido maar ja. Ja, ik denk het wel ik hoor het al Volgens ik denk dat we een nieuwe kans gaan gaan pakken. Een hele goede... een peester nodig. die je dan, uh, nou ja, dat even goed vond. Misschien kan Gerrit dat dan doen. Die jou lekker ja. er doorheen dan, motiveert. Uh, ja. Nee, maar ik, als ik dit zo hoor, denk ik. Nou, dit klinkt wel erg. Uh, ja, is toch leuk? Die hele mensenmassa uh, ja. die daar gisteren natuurlijk weer verzamelde. en ieder zijn, zijn strijd leverend. Uh, ja, joh, en al die heel verhalen heel op uh, Instagram. en, ja, en, en Strava ja. en alles wat je nu ziet. Nee, het is een, een prachtig mooi avontuur. En ik, ja. volgens mij hebben we net de, de, de volgende vraag al beantwoord. Namelijk, wat nu dan? Um, ik schrijf dan aan mensen, nou mijn doel voor 2023 is mijn eerste halve triathlon. Dus ik zal eens aan Guido vragen of een snelle Rotterdam daar wel in past. Maar ik denk eigenlijk, <laughs> ik zie je al knikken Guido. <laughs> ik denk dat we het uh, eerste volgende doel te pakken hebben. Het is over uh, precies zes maanden geloof ik. Nou, dus aan uh, de we gaan uh, ja, de inschrijving... Ik, ik doe uh, alles, voor... Zo'n dus halve Ironman is ook niet echt een doel natuurlijk. dat <laughs> nee, het het, is het, 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 een half doel. Dat zegt het zelf al natuurlijk. Nou, dus. je, hebt niks, je bedoelt, ik hoor niks over tijd of weet ik veel. Of ook, nee, uh, maar dat zou de ja, eerste zijn. Uh, dus dan wil je ja. eerst maar eens kijken of je dat kan volbrengen. Hè? Het is wel Precies, uh, opeens en, weer en, vijf uur sporten. Hè? Het is toch weer een paar Ja, uitland, en dan daar volgt natuurlijk een hele hoop. Nou, nah, dat weet ik nog niet. Ik, ik heb nog. het gevoel dat die samenwerking tussen uh, coach Koeman en uh, middle Age man in Lycra, Gerrit Heiko, nog wel even uh, door kan gaan. Ja, nou, een, uh, een beetje prikkelen blijven. Ja, dat ja, contract ja, ja. Uh, dat wordt nog wel verlengd. Ik vind het wel geval. superleuk. We maar, hebben straks besprekingen. <laughs> over samenwerkingen gesproken. Jurgen, ja, wij, wij zijn weer bezig om jou te verleiden tot een marathon, hoor ik. Ik hoorde dat we dat vorig jaar in aflevering uh, 76 en 79 ook hebben gedaan. Uiteindelijk uh, liep jij toen tegen een kuitblessure op of zo. Maar je loopt weer. Ja. Geef uh -huh. mij een aanleiding om uh, toch mooi onze luisteraars die... Uh, nou, het is toch weer een heel epistel geworden. Hè? Een hele boterham, zoals Jens zou zeggen. Uh, uit te nodigen dat wij uh, binnenkort een aantal keer samen ook gaan lopen. En we hebben de leuke luisteraarsactie dat als jij je abonneert op onze wekelijkse nieuwsbrief... En ik heb vorige week wat aan de website gedaan. <laughs> waardoor je bijna niet meer kan ontkomen aan het uh, inschrijfformulier. Ik heb inmiddels iets makkelijker weer gemaakt om hem weg te klikken. Maar als je dus op die mailinglijst staat. dan staat daar onderin uh, onze agenda waar wij gaan lopen. En als je met ons meeloopt. dan uh, kun je een gratis uh, Slimmer Presteren Podcast shirt en stickers bestellen. En dat is bijvoorbeeld als je meedoet uh, zaterdag 5 november in Renswouden. We zouden samen lopen. Jij hebt inmiddels geparkeerd, Jurgen. Maar goed, ik neem de honneurs van de Slim Presteren Podcast waard. Maar een week later gaan wij samen, dat wordt mooi, terug naar dat Olympische stadion. waar ik gisteren was. voor de uh, stadionloop uh, voor UNICEF Amsterdam. We kregen een uitnodiging van Jacco. Die zei: Joh, willen jullie in de podcast uh, ons evenement aan te brengen? We ja nou, als we ons spandoek neer mogen zetten. en als we mee mogen doen, dan gaan we. Dus we gaan daar 10 kilometer lopen. En uh, een week later. Dan jij maar... Ja, dan kun je me al ja, ik kan ik jou pacen? Ja, kunnen we een mooi ja. plannetje maken? En dan uh, lopen we lekker gezellig samen daar naartoe. Een week later gaan we naar Nijmegen. Zondag 20 november, de Zeven Heuvelen Ik denk wel, Guido, dat is over een maand. Ik denk dat ik daar nog even een PR'tje wil pakken. Dus daar moeten we nog maar eens even een mooi pacingplan voor pakken. Dan Jurgen, ja, dan laat ik je even alleen. Het, het is wel heuvels, hè? Ja, maar die ja, laatste maar vier kilometers heuvelaf, joh. Dat is ja. keihard sprinten. Ja, dat kan die wel. Dat ja. kan gewoon rollen blijven. Precies. Dus dat gaan Om we daar doen. Gewoon even relaxen. Exact. En dan hebben we ook nog... Tenminste, ik heb nog op de agenda staan... 17 december op Ameland... de Adventure Run. Super tof evenementje. En uh, nou, als we die doen, Gideon... dan zijn we een jaar rond, hè? Dat was ons eerste loopje in de samenwerking. En uh, oh, ja. dat is dan nu opeens iets... op weg naar Rotterdam 2023. Uh, de inschrijving is nog niet open, zag ik. Ze hebben wel nu een soort interesseformulier... Als je mee wilt doen, laat dan hier je e-mail achter. Dan, dan laten we je weten wanneer de inschrijving opengaat. En voor alle mensen die plannen voor 2023 aan het maken zijn, moeten we nu ook maar een keer droppen dat de tweede editie van de Heuverrug Triathlon gepland staat voor 10 juni 2023. Daar komen uh, Jurgen en ik sowieso. Kom je ons tegen? Ik als speaker, Jurgen in elke mooie rol. En misschien Guido, verzinnen we voor jou ook nog wat nieuw dit jaar. We hebben een nieuwe afstand. Niet alleen de kwart, maar ook de achtste kun je daar gaan doen. En uh, nou, dat kan is eigenlijk ik. het belangrijkste. Mag ik al meedoen of uh, sta ik weer langs de kant waarschijnlijk? Nou, nou ik wil jou ja, een nee, leuke, nee, een nee, leuke nee, rol nee. geven voor al die luisteraars die daar mee komen doen. Dan moeten we maar eens okay. even een eer-vrijwilligersbaantje voor verzinnen. Uh, een Fred Flintstone-pak vind ik leuk. Nou, bijvoorbeeld. En dat je okay. ze dan uh, door de wisselzone heen uh, coacht of zo. Okay. Met nou. uh, wat uh, mooie extra drinken aangeven. Of juist niet, hè je bij ja. de waterpost gaat staan en zeggen, let op niet hè? te veel drinken nee, jij niet. Jij hebt <laughs> heb jij dorst nee dan doen we niet dan nee. doen we. dus dat is uh, alle leuke agenda's die er nog aankomen ik dacht als uh, deze bonusaflevering laten we dan die uh, community sluiten want dat is wel echt tof hè jongens ik werd trouwens yep. vind het echt bijzonder ik liep dus op een gegeven moment op straat even te kijken nog werd ik dus ook gewoon spontaan herkend hè Hey, jij bent toch van die podcast? Ja, dat was Sally, die stond daar. Ja, hij zei: ja, Je kent mij verder niet, maar ik luister altijd. <laughs> wel heel tof. En, uh, nou ja, dus je ja, herkennen je stem dan, hè? Ja, blijkbaar. Of gewoon ja. mijn gezicht. Misschien nee, kijken op een bekende stem? Ja, nou dat dus. Jeetje jongens, uh, belangrijkste Hoi. lessen. Uh, als ik zo zie wat hier naast me ligt, dan uh, was het veel kopwerk. Uh, en uiteindelijk ook gewoon veel trainen. En uh, die twee dingen die kwamen mooi samen, ja, ja. Hè, volgens mij. Mooi. Dankjewel Guido oh. voor dit uh, fantastische avontuur. Jurgen, jij ook bedankt. Dank voor je betrokkenheid en uh, je kritische <laughs> vragen in deze debrief. Ja, okay. Graag gedaan. <laughs> en hey, uh, maar, uh, nogmaals, geniet ervan. Dat uh, ga Kredits ik doen. Guido, ik heb, uh, ik heb ja, de ja, medaille ja. hier liggen hoor. Ik ga er lekker mee slapen. Dat is heel leren, belangrijk. Meteen. Uiteraard ben ik ontzettend eigenlijk toch wel een beetje jaloers op. Uh, jouw uh, progressie als uh, memmel die echt wel echt veel meer in zijn mars heeft dan ik uh, ooit dacht eigenlijk. Laat bloeien, hè. Laat bloeien. Talentje hebben we te pakken, ja. <laughs> Leuk. Ja. Dankjewel, mannen. Hey, ja. uh, tot de aanstaande vrijdag, hè. Dan hebben we wat hebben we? Ja. Kunnen we nog een cliffhanger? hebben? Uh, ik weet niet mij, uh, van... Oh ja. di het mogen. Uh, het verslag van jouw bezoek aan de ASM Masters of Movement. Ja. Kijk eens aan. Luisteren. Okay. Tot ziens. Yo. Hoi. Jo, hoi. 我有一。Oi,